Feestcafé Berkenbos in Nuenen is binnenkort definitief verleden tijd. Het pand krijgt een andere bestemming. Ja, binnenkort dan gaat alles eruit. De bar, de plafonds, de vloeren, alles opnieuw geïsoleerd. Dit is nog een stukje oude nostalgie. Dat is echt een oude wc zoals het er vroeger uitzag. Berkenbos is een begrip in Nuenen. Bijna 100 jaar lang werden hier de meest uiteenlopende feestjes gevierd. Dus vroeger was dit eigenlijk een echt oud bruin café met nog een Persisch tapijtje op tafel, bruine grote bar. Muzikanten, bandjes, verjaardagsfeestjes, hossende mensen. Er werd natuurlijk nog gerookt toen dat nog mocht. Maar tijden veranderen en Berkenbos verandert noodgedwongen mee. De coronacrisis en de krapte op de woningmarkt hebben de eigenaar van richting doen veranderen. Nou, ik ben na gaan denken of dat er om te gaan kijken van wat er mogelijkheden waren om hier iets anders mee te gaan doen. De keuze is eigenlijk geworden dat ik heb gekeken met de gemeente Nuenen of dat ik van de zaal een woning mocht maken. En uiteindelijk mocht dat. En zo gaat het ook geschieden. Nuenen heeft aan woningen nu meer behoefte dan aan een feestlocatie. Alle verdiepingen gaan eruit, alles wordt opnieuw geïsoleerd, de muren gaan eruit, nieuwe vloer erin, nieuwe balken lagen erin, dat het voorlopig de eerste 20, 30 jaar weer mee kan. Ergens is het natuurlijk wel jammer, want het is natuurlijk wel 92 jaar een dorpscafeetje op Wetten is dadelijk verleden tijd, of eigenlijk nu al, want de horecavergunning is er inmiddels al vanaf. Maar ja, sommige dingen gaan zoals ze gaan. Je moet keuzes maken. Wat betreft zijn zakelijke instinct zit het wel goed. Er hebben zich al meerdere mensen aangemeld voor de nog te realiseren appartementen.